Heb jij een verhaal over Jezus wat erg belangrijk voor je is? Jawel, een heel mooi verhaal. Voor mij is het verhaal van de verloren zoon het verhaal die mij dus aanspreekt in de Bijbel. Wat is zo belangrijk aan dit verhaal voor jou? Dat hij dus zoveel heeft gekregen van zijn vader en ermee is omgegaan in de wereld, dat hij alles heeft verbrast en dat hij dus terugkomt naar zijn vader, vies en zonder niets, en dat zijn vader, dus God, die ik dus heb leren kennen als de ware, enige, echte God, die altijd op je wacht, overal en alles, ook wat je hebt gedaan, die wacht op hem en die ontvangt hem met open armen. En ik ben dus die persoon, die verloren zoon, die terug is gekomen, die God mij heeft ontvangen weer. En dat verhaal spreekt mij aan en ik hou van dat stukje in de Bijbel. Die God die met open armen eigenlijk altijd op je heeft gewacht, hè? Ja. Is dat nou eigenlijk de waarheid van het verhaal voor jouw persoonlijke leven? Ja, ja. Het is een waarheid die 100% mij triggert om dus de verloren mensen die ik ken, met dus het leven van mij die transparant is nu, iedereen kan ik erover vertellen. Ik heb een leven gehad die dus iedereen mag weten, met dus alle foute dingen, als voorbeeld met drugs, met stelen, met alles wat fout was. En toch heb ik vergeving gekregen van die God die met open armen stond te wachten op mij van: kom, Harold, kom, ik wacht op jou. En hier ben ik nu in Zeist om te vertellen, en ik wil het overal vertellen op elke hoek van de straat, ja, dat hij de levende God is die op iedereen wacht. Jij moet de stap maken naar hem, want hij wacht op jou. Hij wacht op jou. Dat is de waarheid van het verhaal voor jouw persoonlijk. Hij wacht op jou. Hij wacht altijd op jou. Nou staat er in de Bijbel: de waarheid maakt u vrij. Ja. En de waarheid van dat verhaal voor jou, dat is: hij wacht op jou. Ja. Waar heeft die waarheid, dat zinnetje, hij wacht op jou, waarvan heeft dat jou bevrijd? Dat ik dus, ik had al liefde van God. En dat heb ik dus helemaal kapot gemaakt met dus, ik zocht het in de wereld. Ik zocht het met de surrogatenwereld. Ik zocht het met fantasie. Ik zocht het met geld. Ik zocht het met mooie dingen. Ik zocht het met dingen die niet waardevol waren. Die geen liefde hadden. En dan heb ik alles kapot gemaakt. Mijn hele leven. Ik had een lieve vrouw weg. Mijn kinderen die hebben mij verstoten. Mijn vrienden weg. Mijn hele netwerk was weg. Ik heb mijn werk verloren. Alles, ik was bijna dood. Maar God heeft mij met twee handen weer helemaal leven. Dat is de waarheid voor mij. Ik leef nu. Halleluja. Ik leef. Ik krijg genade. De deuren gaan open. Ik zit momenteel hier met geladenheid, spirituele geladenheid. Alles wat dus kapot was gegaan, wordt nu weer helemaal gemaakt op zijn tempo. Het gaat niet meer met mijn tempo. Ik leef niet meer. Vroeger leefde ik. Ik stond op en ik zeg: ik ga dat, ik ga dit doen. Nu is het van: ik sta op en ik zeg: o God, leid u mij. Ik leef niet meer, u leidt mij. En ik zet mijn hand in zijn hand en hij brengt mij naar links en naar rechts. Mijn voeten, mijn ogen, mijn oren, mijn mond praat met zijn genade, zijn barmhartigheid. Dus ik ben vrij, zijn woord, alles. Ik ben dus nu hier, door zijn Heilige Geest heeft hij mij in zijn huis laten komen. Om naar een documentaire te kijken van wat de zending doet. En daar ben ik getriggerd geworden door de gaven
die hij mensen heeft gegeven om dingen te doen, een liefdadigheidswerk, waar ik heb gezegd van, ik ga op vakantie daar naartoe, maar God zegt, jij gaat niet op vakantie, jij gaat voor mij werken. Dus nu is die vakantie die ik wou gaan doen, is nu een werkvakantie geworden voor mensen die ik moet gaan bereiken voor deze lieve God, waarmee die ik 100% niet nooit meer loslaat. Ik ben blij. Halleluja.